Goedemiddag, hier is Breda. Loopt hier straks de toekomstige kampioen van dit voetbalseizoen? Dat is de vraag. Eredivisiewedstrijden afgelast vanwege coronavirus. Noord-Brabant het voetbal eruit gegooid. Twee Europa League wedstrijden van morgenavond zijn inmiddels ook afgelast. Ik krijg nu net binnen dat Juventus-verdediger Rugani positief is getest op corona. Dat de huidige maatregelen om het coronavirus tegen te gaan nog zeker tot 28 april gaan duren. Het coronavirus. Coronavirus. Rondwarende virus. Corona. Dat ik nog met ontsmettingsmiddel hier. No. Je had dat gedacht. Mooi zo, Willy. Daar is ze. Dirk. Dirk, waar zijn ze? Ah, is er ze. Dag Dirk. Hoi, Mine. Lang geleden. Ja, hier zijn we weer. Oké. De bus komt nog altijd, hè? Amai, jammer van voor. De Twente-bus. Ja. Uitstekend. Nou, gaan we eens beginnen. We krijgen voor de hele week een programma. En we hebben nu net een nieuwe app sinds een anderhalve week, een week. En daarmee kunnen ze alle oefeningen aan ons voorschoten. Dus het hele programma krijgen we eigenlijk digitaal. Ja, je werkt naar een doel toe, hè. Of het nou het weekend is, een wedstrijd of wat dan ook. Een kampioenschap. En nu doe je het eigenlijk omdat je weet dat je fit moet blijven. Maar het is wel een heel ander concreet doel dan dat je een wedstrijd speelt. Of dat je aan de bak moet in het weekend. Heel veel dingen die heel normaal zijn, normaal gesproken, zijn nu in één keer niet normaal. Het is ook normaal gesproken ga je uit liefde naar je ouders toe. Nu ga je uit liefde blijf je weg. Dat is eigenlijk heel gek. Eerst die hier. Ik vind het wel een hele rare tijd. Je mag geen mens meer handen schudden. Je moet 1 meter afstand houden. Ik vind het natuurlijk allemaal wel heel erg goed. Omdat ik hoop natuurlijk snel dat corona weer vrij kan. En dat ik gewoon weer naar Open Oma kan en zo. Maar ik vind het ook nog wel eigenlijk leuk. Omdat je bent. Ja. Ja, je kan gewoon. Je hebt meer tijd om dingen te doen. Maar liever ga ik gewoon weer naar school en mijn vriendjes gewoon weer zien. 1990 ben ik zelf de eerste keer mee naar de voetbal gegaan. Ook direct het clubgevoel, kameraadschap. En dan raakte ik eigenlijk per direct besmet met het Twente-virus. Twente-virus, bestaat dat? Ja, dat is een beter virus dan corona. Ik weet niet hoeveel 1,5 meter is. Ja, zoiets. Dit is onze jeugd. Ja. Dit is onze, ja. En hier zijn we allebei naar huis gegaan ook, hè? Ja. Ja. Ik heb hier tot mijn 21ste, 22ste gewoond, zo'n beetje. Ja, ik denk ook zoiets, hè? Jij ook zoiets, ja. Het rechterraam, dat was mijn kamertje.
En het linkerraam, dat was Hansen kamer, die was iets groter. Nou ja, je was ook wat ouder, hè? Ja. En dan ben je nog steeds natuurlijk. Maar vandaar de grotere kamer van Hans. En toen hij uit huis ging, toen kreeg ik zijn grotere kamer. Dat was echt, het was hier echt gezellig. Een drukke straat, maar wel gezellig. Ja. Ik zie me nog zo lopen. Ja, ik ook. We waren met ons beiden en vader en moeder. Ja. Moeder die is eigenlijk, herken ik eigenlijk altijd als huisvrouw. Stond eigenlijk altijd voor ons klaar. Mijn vader die was afgekeurd. Die had vroeger altijd bij Menco als draaier gewerkt, hè? Ja. Ja, en ja. Echt in de fabriek, zeg maar. Hij is met 40 jaar is die afgekeurd omdat hij astma had. En Twente was natuurlijk zijn hobby. Daar ging hij ook heel vaak naartoe. Alle trainingen ging hij kijken. En, ja, daar bracht hij heel veel tijd. Daar bracht hij echt heel veel tijd. Meer dan ons, wat dat betreft. Ja, tuurlijk. Maar hij was thuis. Hij was thuis, maar wij moesten naar school toe. Ja. Dus, ja. Heeft hij vroeger in Londen gereden of andere steden? Of dat je dat weet, ja, of dat is een echte Londense bus. In Engeland gaan kopen, ja. Klopt. Dat is in de jaren 60 dat hij gereden heeft waarschijnlijk. Ja, de jaren 60, hè. Ja. Dank je. Dat is ze. Als ik die bus zie, dan komen die herinneringen altijd boven van 10 jaar geleden. Dat enthousiasme, die ongelooflijke ervaring. Een belevenis die je nooit vergeet in je leven. Je had me de dag ervoor pas gebeld, de 1e mei, voor te vragen of ik die rit kon doen. Ik zat toen met mijn vrouw in de Ardennen. Ze belden mij gewoon en ze vroegen voor die bus voor een voetbalploeg in Nederland. Ik dacht van, wat krijgen we nou? Ja, ik dacht eerst dat het een grap was, want nou, wij gaan kampioen spelen, we willen een bus. Ik dacht, ik denk er niet aan, waarom zou ik naar Nederland voor een grappenmaker gaan? Nee, we zijn FC Twente en ik ben niet zo in de voetbal thuis in Nederland, dus ik ben even opgezocht wat FC Twente was. En dan bleek dat toch wel een grote ploeg te zijn. Dus en kan dat dan? Ik zeg, ja, alles kan, maar wie gaat dat dan betalen? Ja, wij gaan dat betalen. Ja, en als je geen kampioen speelt, wat dan? Nou, wordt dat geregeld. Ja, en ze vonden maar één firma waar dat zo'n gelijkaardige bus was in Nederland. Maar die bleek al gereserveerd voor een club in Amsterdam. Een Amsterdamse club, we wisten niet welke, maar... Ik zei, ja, ik wil dat wel doen, als ik een chauffeur vind. En ik dacht aan Patrick, omdat hij graag die hele speciale dingen doet. Toen heb ik hem gebeld en zei, ja, oké, ik kom terug van de Ardennen voor naar FC Twente te rijden. Tuurlijk dat. Dus het was even allemaal een heel kort dag. De training is opgebouwd in een aantal verschillende programma's. De eerste is mobiliteit, dus dat is dit. Daarna komt weer, ik geloof, activatie. Of flexibiliteit, denk ik eigenlijk. Stabiliteit. Kijk, ook mooi. Ik denk niet dat als ik gestopt ben met voetbal, dat ik deze oefeningen nog ga doen. Potje tennis oké, maar... Wat is een tukker, hè? Heel vaak wordt gezegd, is heel bescheiden, kan goed... relativeren, is nuchter. Nou ja, ik denk wel dat ik die eigenschappen bezit. Ben ik dan een tukker? Ja, ik voel me wel dan een tukker, ja. Ruiz, Romero, die bal is binnen. En hij zit en hij telt. Op de valreep. Wint FC Twente dan toch. De vrije trap van Jansen is goed en die wordt ingekopt. Ruiz. Ajax verliest bij FC Twente. Dat voor de 8e keer op rij weet te winnen in de Eredivisie. De trotse koploper van de Eredivisie staat daar niet voor niets. Hier is echt sprake van een titelkandidaat. Ik denk dat de kern van het elftal, er zaten een aantal dingen in. Het was heel volwassen. Het waren persoonlijkheden. Het speelde ook al langer bij elkaar. En natuurlijk was Ruiz geweldig op rechts. Die scoorde, ik geloof, 23, 24 goals in een jaar. Elke blok had een goede chemie met elkaar. Ik had een hele goede chemie met Theo Jansen. Peter Wisschroff en Douglas waren een fantastisch centraal duo. En Sander Boske daarachter, die speelde al jaren bij Twente, deed geweldig. Had een ook geweldig jaar. En ik denk dat het blok, de kern, zeg maar, met Koever natuurlijk in de spits daarvoor nog, die was al langer bij Twente. En dat is gewoon geweldig in elkaar gevallen.
als een doelpunt maken. Ruiz maakt zijn doelpunt voor de 10e keer op rij. Twente is de koploper, was de koploper, blijft de koploper door de winst van 3-1. Hier zo. Ik kan dit wel gaan omvouwen. Ja. Wel veel detail. Ja. Priegelwerk. Ja. We gaan allemaal al met de hele vriendenkring langer als 25, 30, 40 jaar gaan we naar de voetbal in. En we staan ermee op en we gaan ermee slapen. Zie je dat? Past. Nu past hij wel, ja. Ja, netjes. Zie je wel. Heel goed. We leefden ervoor. Ik denk dat we op jaarbasis, uit thuis, vriendschappelijk, buitenland, alle wedstrijden pakten we mee. En we hebben een aantal jaren gehad, daar waren we beroerd als we twee wedstrijden misten op jaarbasis. Ja, en tegenwoordig gaat Matthijs altijd mee. Die zit bij ons op vak, samen met zoontjes van... Tegenwoordig, toch wel heel erg lang. Ja, al heel erg lang. Volgens mij was de eerste keer dat je meeging nog net geen vijf, dacht ik. Nee, ik kan maar net zeggen. We hebben de spelersbus nog uitgezwaaid op de autobaan. En toen zijn we vol goede moed die kant uitgegaan. Dus nou, zijn moeder zei direct ook al van, nee, gewoon gaan. Als het wat is, dan bel ik wel. En dat gebeurde ook inderdaad. Dus ergens heeft het ook nog zo moeten zijn. Alsjeblieft. Dankjewel. Hier ligt 30 jaar van ons leven. Ja, hier ligt 30 jaar van ons leven. Ja. Ja. Dus van 1965 tot 98. 97 zijn we overgegaan. 97 overgegaan. Ja. Hier was vroeger ongeveer het stadion met tribuneopgang. Tribunes naar beneden, de betonnen rand en het voetbalveld. Het Diekman. Het was een fantastische mooie tijd. Ja, dit was zo'n beetje het hek, hè? Dit was zo'n beetje de plek waar we dan stonden, over het hek te kijken. Heel wat centimeters kleiner natuurlijk. En dan kon ik precies over de betonnen rand kijken. Ik denk dat ik toen een jaar of vijf was. Ja, en het Diekman blijft altijd een speciale plek voor je. Trost. Van Dijk. Schot van Dijk! Toen was het met Dick van Dijk en dat ze eigenlijk met de winterstop bovenaan stonden. Ja, en toen is het ergens daarna is het misgegaan. Toen heeft het eigenlijk, hebben ze altijd meegespeeld wel in de top, maar niet zoals in 74. Want toen kwamen ze echt heel dichtbij. Bij de bal achter Berg. Dat is het paasje. Kick van de Val. Kick van de Val, het is een goal! Ja, het is een goal! 10.000 man, hè, van Twente die toen meeging. Ja, iedereen die zat gewoon door elkaar. En we hadden de auto vlak achter het stadion staan. We zaten vlak achter de goal. En ja, bij winst was Twente toen kampioen geweest. Dick Snijder moet hevig trekken, doet dat voortreffelijk. De Jong! Nee! Ja! Goal! Theo de Jong! Ja, helaas met 3-2 verloren. En ja, het was Feyenoord dus kampioen geworden. Ja, dan denk je toch vaak als het er echt om draait, het wordt het net niet. Het gaat weer niet door. Ja, die moet eerst een tijdje op druk komen, hè. Ik moet gas geven. En als dit plakkaatje verdwijnt, dan kan ik pas rijden. Ja, de uitlaatgassen doen mijn ogen pikken. Dat was lang geleden. Ja.
Dat piekte wel aan doorgaan naar mij. Voilà. Zou leuk zijn om vandaag nog eens te rijden, maar dat mag niet, hè? Nee, geen essentiële verplutsingen. Ik heb hier al zoveel mee gereden. Overal te landen, naar bruiloften en evenementen geweest. Nog nooit in pannen gevallen. Wel al eens met een andere bus, maar deze is een heel stevige, solide, betrouwbare bus. Ja. Ik herinner me ook die 2 mei 2010, was het wat regenachtig en ik heb hier aan het stuur wel kou geleden. Ze is niet helemaal waterdicht. Het gebeurt al eens dat er water door, hier in de stuurcabine komt. En ja, dat doet natuurlijk ook geen goed. Hè? En je zit hier dan verkleumd in het feestgedruis. Maar dat pakt er maar bij. Echt iedereen was daar. Die hele A1 stond vol. Ja, dat kun je van tevoren natuurlijk niet echt bedenken. Weet je wat het is? Als je het één keer gedaan hebt, dan voel je toch een soort voldoening. En dat is heel prettig. Alleen ja, als je het aan het doen bent, word ik niet heel blij of zo. Ik ben natuurlijk voetballer geworden om te voetballen, niet om dit soort oefeningen te doen. Maar ja, hoort erbij, hè? Nee, ik denk dat niemand nog ooit kampioen was geworden. Niet als, als basisspeler of als een gewaardeerde kracht in ieder geval. Vitesse uit, kwamen we achter. Kregen we echt kansen tegen om 2-3-0 tegen te krijgen. Green, ja, goed meegenomen. Kuiper voorbij gelopen. Green alleen op de keeper af. Green moet het afmaken, maar Green is geen afmaker. Het zat ons dat jaar ook niet tegen. Ruiz dan aan de andere kant. Hoe duur wordt het foutje? Heel duur, want daar is Ruiz met de gelijkmaker. Bos willen wat tijd af, maar ik denk niet dat hij dat nog voor elkaar krijgt. En hier is de 2-1 voor Twente. Dan sleept Twente dat thuis voor de poorten van de, ja, noem het maar, weg, stam. Zo zijn er legio voorbeelden waarin wij heel rustig zijn gebleven tot het einde. En toch elke keer die overwinning binnensleepten. En dat werd bijna een kwaliteit. Of dat was een kwaliteit van ons. En we gingen daar ook zelf in geloven. Kijk, als het keer op keer gebeurt, dan is het ook geen toeval meer. En dat geeft het heel erg een bepaalde rust aan een elftal. We kregen heel weinig goals tegen. Ik denk dat de kern was van de succesformule. En daarnaast hadden we een aantal jongens die uit het niks altijd een goal konden maken. Ja, en dat is natuurlijk een combi die wel goud waard is. Mooi, snel gespeeld. De ruimte voor Manolev. Stoch op grote afstand. En de vrijheid voor de kopbal. Het is raak, het is 1-0 voor PSV. Het feestje wordt hier in Eindhoven al gevierd alsof de buit al binnen is. Maar ze zullen toch ook wel weten dat Twente er een gewoonte van maakt om in slotfases toe te slaan. Ruiz, balletje binnendoor is goed. Kuvo, Twente maakt 1-1. Daar is dus Twente. El Amadi, Brahma is fel. Ruiz is weg. Kuvo nu dan. Ja hoor, dat is een bevrijding en wat een feest voor de man die hier zijn laatste thuiswedstrijd speelt en weet dat FC Twente hier moet winnen. Dus Twente blijft in de race, wat heet, in de race. Twente staat nog altijd 1 punt voor op de ranglijst op Ajax. Toen wij tegen PSV gelijk speelden, waren die spelers zeiden meteen, ik hoop dat jullie kampioen worden. En het was tegen Feyenoord net zo. Dat was eigenlijk bij elke ploeg zo. Die spelers zeiden dat? Ja, die spelers zeiden dat, ja. Tuurlijk hebben ze er alles aan gedaan om te winnen van ons. Maar ze hadden liever dat wij kampioen werden dan Ajax. En dat is in principe best gek. En Twente had in die tijd nog echt een gunfactor. Dat is momenteel iets minder.
We hadden echt een gunfactor. We kwamen altijd. Ook al zaten er maar 4000 man op een gegeven moment, we waren er altijd. De laatste jaren stonden mijn vader en ik aan deze kant. En de jaren daarvoor stonden we aan de andere kant. We zijn altijd samen gegaan. Ja, dat deden we samen en dat is ook eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Hij genoot echt van Twente en we hadden het er ook altijd over. Altijd over voetballen. Elke verjaardag ook, maar ook gewoon thuis. Altijd over voetballen. Ik hoop dat ze nog voor een verrassing kunnen zorgen. Zei hij altijd, hup, ja, kreeg je wel aan de broek natuurlijk. Maar nee, ja, daar was hij altijd mee bezig. Hij had slokdarmkanker. Vrij snel was dat gebeurd, een paar maanden eigenlijk. Werd dat geconstateerd en toen zag je hem eigenlijk steeds verder achteruit gaan. Daarvoor heeft hij ook al een incomplete dwarslesie gehad. En toen kon hij dus een tijd niet naar, heeft hij in het revalidatiecentrum gezet in Droesing. En toen kon hij dus een tijd niet naar Twente. Ja, daar baalde hij uiteraard ook van. Maar goed, toen kon hij later weer uit de rolstoel komen. En toen is hij toch nog weer naar Twente geweest. Eerst met de stok de trappen op. Ja. En later heel voorzichtig. En toen kwam dat kankerverhaal kwam erachteraan. Het slokdarmkanker. Ja, toen was het gebeurd. 2006. 2006, ja. Het wordt of mijn mooiste dag van mijn leven, als we kampioen worden. Ja, of ik ga de rest van mijn leven hiervan balen dat het niet gelukt is. En dat voelde ik echt meteen. Dat wist ik ook echt zeker. Als je het nu niet pakt, worden wij precies hetzelfde als die jaren 70 generatie, zeg maar. Ook weer tweede, weer niet gelukt. Terwijl je bijna alles dan goed hebt gedaan dat jaar. En het ook echt verdiend hebt, vind ik. We played 33. It all boils down to the last game. You can make history. We can, and you know, this is why we're in football. We've given ourselves a great opportunity. And can we take it? We will find out in 2 hours. Gaat goed, hè? Ja. Netjes, jongen. Hij wordt al mooi. Toen zijn moeder en ik erachter kwamen dat we zwanger waren, toen keken we inderdaad in, en dan kun je precies uittellen welke datum je uitgeteld bent. En dat was inderdaad de 2e mei 2010. En gaandeweg het seizoen inderdaad was het gevoel gewoon heel sterk dat er een kans in zat dat we kampioen zouden worden. Dan zit er onderuit zo'n gevoel van, ja, dit is het jaar. En werd iedere keer dat gevoel weer sterker. En in het begin van het seizoen keek iedereen me nog aan met, wat lult hij nou? Hoe kan hij nou zeggen dat hij op de 2e mei 2010 geboren wordt? Maar ergens in je weet je dat. Weghouden van de leegte. Ruiz, weghouden Zwaanswijk. Perez, open. Tindalli uiteindelijk. Handig. Nou, nu dan? Nee, ten Rauwela. Laten we niet vergeten, de wedstrijd is in 15 minuten aan de gang. En het is Twente dat aanvalt. Aboa. Oei, daar ging mijn hart in. Wie krijgt wat? Rood voor VR. Ja, dit is met twee benen ingegaan, dat is al voldoende. Het was een loeihard duel. De vrije trap hierna en Ruiz. 1-0 voor Twente. Thank you.
vijf minuten in de tweede helft eraf, een maat van mij tikte mij op de schouder en die zei van, ja, Marjol die belt mijn vrouw of ik jou wil vragen om naar huis in te bellen, want volgens mij is er wat aan de hand. Dus toen wist ik natuurlijk al hoe laat het was. Hè? Toen ben ik ook inderdaad in de auto gestapt en ben ik met gezwinde spoed naar huis heen gereden. Dat was een rare terugreis, kan ik je vertellen. Het regende, het hagelde. Onderweg alleen maar bellen. Naar huis heen of alles goed is. Vrienden op het vak. Ik krijg er nu nog kippenvel van. Daar gaan we recht overeind staan. Twente heeft de wedstrijd op zak. Dat was zo voor het doelpunt. Dat was zo voor de rode kaart ook. Dus die landstitel. Die landstitel zou hier voor hen kunnen zijn. Het blijft ook zo dat Twente niet scoort. Behouden ze dan die ene keer. Stoch. En het is toch raak. Ik heb helaas het tweede doelpunt moeten missen. Want die heb ik in de auto gevierd. Ja, dan weet je gewoon dat je op dat moment kampioen bent. En ik kan er nu nog emotioneel voor worden. Maar ja, dan zit je in de auto en dan weet je niet wat je overkomt. Dus je rijdt naar huis heen omdat hij geboren wordt. En je krijgt kippenvel, de tranen biggelen je over de wangen heen van blijdschap. En ja, dat gevoel komt dan iedere keer weer naar boven op het moment dat je daarover nadenkt en op het moment dat je het daarover hebt. Hier. Dank je. Ongekend die dag. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Gaat goed of niet? Ja. 40, dan denk ik. Blondgat, buiten. 1926, Sportclub Enschede landskampioen. 2010, FC Twente. Uit 1965 ontstaan de beste. Eindelijk de beste zijn van Nederland. Eindelijk die prijs winnen, waar je eigenlijk al vanaf 68 al achteraan huppelt om een keer kampioen te worden. Eindelijk een keer de beste van Nederland, beter dan Ajax, beter dan PSV, beter dan Feyenoord. De beste van Nederland, gewoon, dat is heerlijk. Al die jaren komen dan terug. Zo'n ontlading is dat dan. Fantastisch, fantastisch gevoel. Ja. Op het moment dat ze kampioen werden, toen dacht je daar wel aan. En dan denk je wel van, nou, dat is wel jammer dat hij dat niet meer van maakt. Ik had helemaal geen voeling met Twente. Ik kende het gewoon niet. Ja, je moet om 3 uur of zoiets op een parkeerplaats staan langs de A1. En iemand zal dan wel komen en verdere instructies geven. Ik voelde het direct dat het iets speciaals zou worden, maar wat precies, dat wist ik niet. De bus kwam aan uit Breda op de parking en de spelers bleven binnen zitten. En ik dacht van, gaan ze nu uitstappen of gaan ze niet uitstappen? Ik wist niet goed wat er gaande was. Achteraf had ik gehoord dat de trainer twijfelde of ze de spelers wel hier boven op de bus zouden laten staan. Maar dan moeten ze gezegd hebben, we zijn maar 1 keer kampioen. Of het is toch tenminste de eerste keer, we gaan ervoor. En dan zijn ze uit de bus gekomen na 5 of 10 minuten zoiets. En dan kon de rit eigenlijk beginnen in de pret.
dat we de snelweg gingen blokkeren, dat de bruggen vol stonden met mensen, had ik nooit durven denken op voorhand. Dat er vuurwerk zou zijn, dat er zo'n enorm feestgedruis zou zijn. Dat was echt, dat pakte mij echt. Dat was, had ik zeker niet verwacht. Iedereen was daar, van jong tot oud. Die hele A1 stond vol. Ja, dat kun je van tevoren natuurlijk niet echt bedenken. En als je het wel bedacht had, had de politie het niet goedgekeurd, denk ik. Dat was eigenlijk het mooiste moment na het kampioenschap. Dit was echt overdonderend. Ik leefde volledig mee met iedereen, met al die Nederlanders. Zij waren uitzinnig van vreugde en ik was dat ook. Ik moest wel mijn aandacht bij het werk houden. Elke keer als ik een brug passeerde, moest ik kijken, is de brug niet te laag? Gaat er niemand van de spelers zijn hoofd stoten tegen de bus of tegen de brug? Daar moest ik ook wel op letten natuurlijk en zien dat ik de juiste snelheid aanhield de hele tijd. Dus enerzijds, toch bij mijn job bezig als buschauffeur, maar anderzijds kon ik mee genieten en fier zijn dat ik erbij was. Een van de mooiste herinneringen in mijn leven, ja, dat kan ik blijven navertellen aan iedereen. Ik denk dat de Tukken in principe heel erg trots is op de regio. Alleen ze uiten dat niet zo vaak en dit was een moment waarin ze dat heel erg hebben geuit. Ja, ze lopen het niet mee te koop. Nee, nee. Nee, dat niet. Maar nu konden ze het niet meer inhouden. Nee, dat is denk ik wel zo, ja. Ja. Ik denk dat het meer was dan alleen maar Twente kampioen. Ik denk dat het meer was. Dat jij dat met voetbal kan bereiken. Ja, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Nou, Matthijs was net geboren eigenlijk. En die zuster die... Die keek mij ook aan, god, wil je hem voor de eerste keer in het badje doen? Dus ik zei, ja, tuurlijk, kom maar, regel ik. Dus ik had hem net in het badje gedaan, ik had hem afgedroogd en ingewikkeld in kleding. En toen hield ik hem vast en toen was het vuurwerk. Dus dat was echt heel bijzonder. Dus, ook dat het vuurwerk op dat moment kwam, hè? Ja, vond ik wel, vergeet ik nooit weer. Ik denk dat het ook nog wel eens zijn lievelingsdag was. Want en FC Twente is kampioen geworden en ik werd geboren. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Ja, dat was ik. 100%. Ik ben er best wel heel erg trots op. Netjes, jongen. Ja. Daar is die af. Onze tempel. Hij is wel cool. Ja, man. Nou, netjes gedaan, jongen. Nog naar links, naar links. Voilà. Oeh, hier staat ze weer, hè, de legende van Twente. Voilà, Patrick, daar was het dan. Tot de volgende. Tot de volgende. Zit erop. Dat is toch wel lekker. Voor het eerst in de geschiedenis kampioen worden. In de regio waar je bent opgegroeid, bij de club waar je bent begonnen. Dan gaat het niet mooier worden dan dat. Dat wist ik toen echt 100% zeker. Wat in principe heel gaaf is, want je hebt het meegemaakt. En tegelijkertijd, ik was 23 en ik wist dat de rest van mijn carrière niet mooier zou worden dan dat. Dat was meteen ook eigenlijk wel een beetje verdrietig. Ja.
dit is de plek waar mijn vader vroeger altijd zat. Daarom zet ik hier de schaal ook neer. En ik zit hier nu. Hier zit mijn zoon en hier zit mijn schoonzoon. En we dronken altijd een borreltje op elke goal. Nou ja, goed, en dat heeft mijn vader dus later het kampioenschap niet meer mogen maken. Dus zeg ik, pa, proost op het kampioenschap. Ga naar foxsports.nl/doc.